Hendrikje. Hendrikje. Waar is Titus? Titus slaapt, Rembrandt. Slaapt? Midden op de dag? Hij had gespeeld en gevochten met zijn makkers. En hij was zo moe dat ik hem gezegd heb dat te gaan rusten. Had hij gevochten? Ach, geef hem maar geen straf. De schuld ligt zeker bij die schobbejakken uit de buurt. Straf? Ik wil dat hij wat meer vocht. Wat? Ik niet. Het kost me dan moeite genoeg om zijn kleren heel te houden. Ja. Titus is zwak, Hendrikje. Soms bekruipt met angst dat de kwaad van zijn moeder hem van me zal wegnemen. Net als de andere drie. Ik kan hem niet missen, Hendrikje. Dat kind niet. Titus is wel zwak, maar gezond. Meester Tulp heeft hem toch zelf onderzocht? God geven dat ze in zich niet gefaald heeft. Slaap je al lang? Een uur zowat. Een uur lang slapen? Bij vol daglicht? Is mogelijk. Als je hem nodig hebt, dan zal ik hem wekken. Ik wil hem schilderen. Schilder hem terwijl hij slaapt. Kijk, daar ligt hij. Nee, dat kan ik niet. Hij is anders zo bewegelijk en ongedurig. Nu is hij stil. Een goed model voor Van Dijk. Ik kan apen op het kussen. Met wat een vuilst zou hij de streven van die lokken over het laken penselen. Om Rubens en zijn als Titiaan jaloers te maken. Maar geen onderwerp voor Rembrandt. Ik wil hem wel wekken. Maar ik waarschuw je vooruit, hij zal niet stilzitten. Hij mag niet stilzitten, Hendrikje. Wat ik wil zien, dat is juist het vluchtige spel van licht en donker. Op dat jonge gezicht. De groei van een gedachte. De uitstraling van een ziel. De open ogen. Bewegen. Leven. De slaap, dat is de dood, Hendrikje. Nee, ik ben bang voor de dood. Ik wil Titus zien leven. Titus. Titus. Vader roept je, hè? Vader wil je schilderen, Titus. Contract maar. Oh, dat is goed. Maar dan moet ik eerst beginnen. Er is een scheur in mijn buis. En mijn haar... Laat alles maar zoals het is. Je hebt er nog nooit zo fris uitgezien, jongen. Dat vechten, dat schijnt je goed te doen. Dat is niet waar. Hij mag het nooit meer doen, heb ik hem gezegd. Je hoort het, Titus. Daar moeten wij ons alle twee bij neerleggen. Maar als je het ooit per ongeluk zou vergeten, dan zou ik misschien vergeten je straf te geven. En ik zou vergeten zijn buis en zijn broek te naaien. De vrouwen trekken toch altijd aan het langste eind. Dat zou je nog moeten leren, mijn jongen. Als je Titus tegen me gaat opzetten, verdwijn ik naar de keuken. Dat is goed. Maar waak nemen met het middagmaal de zon edel. Vergeet dat niet. Smult, pa. Hoe wilt u dat ik ga staan, vader? Nou, eens kijken. Ja, ga nog maar voorlopig daar achter die lessenaar zitten. Juist. Zo. U kunt bijna niks van me zien. Oh, kom dan maar wat naar voren met je hoofd. Ja, dan valt er juist genoeg licht op. Ja, je kunt leunen op je hand. Laat die paparazzen maar liggen. Wilt u alleen mijn gezicht zien? Dat is genoeg. Nou, en bovendien, ik begin nog niet. Gaat u eerst met me praten? Net als met andere modellen? Jou hoef ik dat niet te vragen. Jou ken ik immers al. Mag ik u dan eerst iets vragen? Dat wil je weten. Waarom hebt u mij iets genoemd? Waarom ik je... Tja... Waarom heeft grootvader Harmen Gerritszoon jouw vader Rembrandt genoemd? Waarschijnlijk omdat hij de mooie naam vond. Maar Rembrandt is een naam op zich. Wat bedoel je? Oh, er is niemand voor u geweest die Rembrandt heette. U bent er niemand genoemd. Nee, zover ik weet niet. Maar zeker ben ik er niet van. Want ik heb je grootvader nooit zo'n rare vragen gesteld. Hoe kom je er eigenlijk bij? Die jongens wilden me afranselen omdat ik Titus heet. Is dat ook al een reden om iemand af te ranselen? Nou, ik hoop dat je ze flink te woord hebt gestaan. En of ik. Maar toch moest ik erover nadenken. Ze hebben gezegd dat Titus een heiden was. Hm? Die de tempel van Jeruzalem in brand heeft gestoken. En wat heb jij toen geantwoord? Ik wist het niet. Ze hebben zich vergist. Zij hebben gedacht dat je de naam draagt van de Romeinse keizer. Die de heilige stad heeft belegerd. En dat is niet waar. Is er dan nog een andere Titus geweest? Heb je nou nooit gehoord van Titus, de vriend van Paulus? Van Paulus de apostel? Juist. Weet je,
Ik heb die Paulus, die vuurvreter, eens geschilderd. Ja, het is al lang geleden. Het was misschien wel de eerste kop die ik openlijk heb durven laten zien. Ja, niet omdat ik er zelf zo tevreden over was. Maar omdat ik te veel vertrouwen had in de lof van meester Lastman. Ik was nog jong. En daarom trok die stoer geweld naar me onweerstaanbaar aan. Ik las er brieven waarin de eerste christenen aanspoorde. En zo leerde ik Titus kennen, zijn vriend en zijn trouwe helper. Ik had zoveel bewondering voor Paulus, dat ik mezelf dikwijls met hem vergeleek. Ik wilde net zijn als hij. Net zo hard als het om de waarheid gaat. Zo recht, zo onverschrokken. Ik werd het niet. Maar toen ik een zoon kreeg, toen dacht ik, dat zal nou mijn helper zijn. Mijn Titus. Zie je, zo is de geschiedenis van je naam. Was u blij toen u een zoon kreeg? Ja, ik was blij. En moeder? Moeder was bijna even blij als ik. Bijna? Tja, even blij kon niet. Toch geloof ik dat moeder even blij was. Nou goed, ze was even blij. Nee, misschien ook niet. Ze was al ziek, is het niet? Ja, de kwaal woekerde al in haar voort. En hoe oud was ik toen ze doodging? Nog geen jaar. Huilde ze, omdat ze ons alleen moest laten? Ja. Misschien dacht ze wel dat ik ook heen zou gaan. Nee, dat dacht ze niet. Maar de zusjes waren toch ook al dood gegaan? Ja, maar jij was een jongen, een sterke jongen. Ze wist toch wel dat jij me niet in de steek zou laten? Ik ben geen sterke jongen. Dat ben je wel. Jij hebt gevochten, nog net, als een leeuw. Maar het hielp niet. Ik lag dadelijk onder. Dat kan niet anders. Tegen een hele troep. Ook van één win ik het niet. Maar je moet zeggen, ik zal het winnen. Ik kan het niet winnen. Ik heb... Stil, Titus. Blijf zo zitten. Zo ben je je moeder. Saskia. Ik kan het niet winnen, Rembrandt. Niet van je ogen. Niet van je mond. Niet van je sterke hand. Ik heb je al mijn bezwaren gezegd. De moeilijkheden die een dochter uit een oud Fries geslacht ondervindt. Als ze wil trouwen met een burgerzoon, die bovendien nog schilder is. Maar wat moeilijk is, verschrompeld als ik bij jou ben. Ik kan het toch niet van je winnen, Rembrandt. Saskia. Tje. En zo heb ik haar geschilderd, beste, wie is je oom? Waar ik het voor het eerst zag. Schuchter. Als vragend om over te beschikken. En kwam er wezen meer nabij dan het beeld van wil en overlaat van 2 jaar later. Was moeder rijk, vader? Moeder bezat veel geld. Maar ik had het niet nodig. Opdracht na opdracht kreeg ik, zelfs van de stadhouder. 2 doeken. 600 Hollandse guldens per stuk. En daarna, het ezelsvendel van Frans Bannenkok. Alle mannen van de corporaalschap telden 100 guldens neer om op het doek te mogen komen. Met zulke tronies zou je 100 gulden willen betalen om weg te kunnen blijven. Maar dat zagen ze niet in. En wie in de schaduw stond, voelde zich tekort gedaan. In plaats van mijn kiesheid te prijzen. De ezels. Heb je ze dat gezegd, vader? Nog wel meer heb ik ze verteld. Jammer genoeg was ik te kwaad om het te onthouden. Maar het geld, dat heb ik hun voor de voeten gegooid. Dat weet ik wel. Rembrandt verkoopt zijn kunstenaarschap niet voor geld, heb ik geschreven. En toen Bannenkok er met zijn neus bovenop ging staan, toen heb ik gezegd dat mijn schilderijen niet beroken, maar bekeken dienen te worden. Mijn doeken zijn af, als ik van mijn onderwerp gezegd heb wat ik erover te zeggen had. En mijn portretten lijken, wanneer ze zijn zoals ik mijn modellen zie. Ik ben de schilder en ik moet kijken. Zij zijn de modellen. En zij hebben stil te staan en hun domme koppen dicht te houden. Als u dat allemaal gezegd hebt, dan begrijp ik toch wel dat u tegenwoordig zo weinig portretten te schilderen krijgt. Ik niet. Want ik heb de waarheid gesproken, Titus.
Dat geloof ik ook wel. Maar zou het lelijk zijn om de waarheid soms te willen zwijgen? Stil, Dieters. Beweeg je niet. Zo. Ja, zo zie ik mijn vader hier terug. Hoe is het mogelijk, hè? Een oude man in een kind. En toch het optrekken van die wenkbrauwen. Die rustig vermanende blik. Vader. Zwanenburg en Prul is in het schilder. Al heb ik toch eens nodig een vriendje verstand van. Maar nooit zal ik toestaan dat je naar Zwanenburg als scheldwoord naar het hoofd gooit. Hij is je meester en je bent hem eerbied verschuldigd. Bovendien, hij heeft zijn talent zo goed als jij gekregen. Met 10 talenten kan een Prul zijn als je zijn begraafde verspilt. Met 1 talent kan je een kerel zijn als je ermee hoort. Ook een waarheid. En een die niet verzwegen hoeft te worden. Leer jezelf bedwingen. Goeie vader Herman. Wat heb ik zijn lessen slecht benut. Wat heb ik mezelf weinig bedwongen. Mijn hart heeft altijd op mijn tong gelegen. Wanneer ik me als kunstenaar gekwetst voelde, werd ik als een dolle man die 10 anderen kwetste. En waar was mijn zelfbeheersing als ik een kleinoot zag dat mooi zou uitkomen tegen het haar van je moeder? Of als Nathan kwam met Florentijns fluweel en Napelse kant. Oh, als die soepele plooien zich sierlijk om een ranke gestalte glijden. Wie dacht er dan om geld? U hoeft er toch niet om te denken? Moeder was rijk. Moeder was rijk. Maar toen de kanten de deur van Rembrandt, de barbaar, begonnen te schuwen, kwam de bodem van een geldkist bij zulke uitgaven gauw bloot. Moeder kan het u niet kwalijk hebben genomen, want u deed het om haar iets moois te geven. Ze heeft me nooit iets vergeten. Nee. Ze heeft ook nooit vermoed dat er zo'n armoe zou komen. Het is niet in de gedachte opgekomen dat men op de duur belangrijke opdrachten aan anderen zou blijven geven. Zo overtuigd was ze van mijn werk. Tuurlijk, er is ook niemand die zo kan schilderen als u. In jouw mond is dat nou lof. In de mond van anderen de felste afkeuring. Ze spreken kwaad omdat ze jaloers zijn. Wat zouden ze graag zien dat Rembrandt door de nood gedwongen een knieval deed voor de wansmaak van het gemeen? We verkeren toch nog niet. In nood is het wel, vader? Oh, doet niks van zaken. Waar we bedelaars? Nooit zouden ze die voldoening maken. Vader, waarom vertelt u me niet alles? Hm? Verkeren we in nood? Ach, nee, daar is geen sprake van. U hebt gezegd dat ik uw Titus ben, uw helper. Ik ben al oud genoeg. Waarom vertelt u het niet? Ik heb toch alles al aan begrepen. Hm? Ja. Dit is... Je bent een wonderlijk kind. Ken je niet meer. Of liever... Heb je nooit gekend. Wat huist er eigenlijk in dat kleine hoofd? Ga wat naar achter. In de schaduw. En probeer nou nog eens te glimlachen zoals de leven. En zeg nu nog eens wat je het laatst zei. Maar zacht. Waarom vertelt u het niet? Ik heb toch... alles al lang begrepen. Moeder. Waarom vertel je niet, Rembrandt? Ik heb toch alles al lang begrepen. Sommige dingen moet je niet alleen ronddragen. Je moet er iemand deelgenoot van maken. Het hoeft geen geleerde te zijn, maar iemand die van je houdt. Liefde is vaak vindingrijker dan geleerdheid. Zorg dat je niet eenzamer wordt dan nodig is. Jij staat al zo alleen tussen je broers en zusters. Ze hebben allemaal andere dingen aan het hoofd dan jij. En dat zal later, als je onder de vreemde bent, nog erger zijn.
spreekt je hart dus uit tegen een die van jou houdt. Bah, ik geloof dat ik oud word, Titus. Nog geen 50 bent u. Ik word sentimenteel. Ik moet oppassen dat de omstandigheden me niet de baas willen. Welke omstandigheden, vader? Doe, vertel het me. Nou, jij staat vandaag wel op je stuk, hoor. Ik wil je schilderen. Ik heb nog nooit zo weinig van je begrepen. Het is toch niet onbegrijpelijk als ik u wil helpen? De schuldeisers willen beslag leggen, is niet vader? Hoe weet je dat? Ik heb de paparazzi hier voor me op de lessenaar laten liggen. Ja, het is waar, Titus. Er dreigt een bankroet. Maar dat kan niet, vader. We moeten er iets op vinden. Ik heb alles geprobeerd. Maar het is vergeefs geweest. Al het schoons dat ik in jaren van voorspoed verzameld heb en waarop ik trots was, zal weer verstrooid worden. Deze diadeem, die droeg je moeder toen ik haar schilderde op mijn knie aan de feesttafel. En morgen komen de opkopers om te wegen op hun handen en het goudgehalte te bepalen. Met hun vinnige pincetten als roofdiernagels. Zoals om de parelen uit de kassen krabben om ze te meten en de waarde tot op de penning uit te rekenen. En ze zullen mij niet begrijpen. En uitlachen, als ik hun zeg, welke waarde die schatten voor mij hadden. Nee, vader, dat mag niet gebeuren. Nee, mijn erfdeel. U hebt me vroeger wel eens verteld dat moeder me geld heeft nagelaten. Als het niet genoeg is, dan kunt u zijn deel betalen en uitstel krijgen. Hoe groot is mijn erfdeel? Huh? Ja, Titus. Het valt me zo zwaar om je dat te zeggen. Vertel me alles. Nou, je erfdeel is al verbruikt. Waarom zeg je niks? Nou? Waarom schat je me niet uit? Het spijt me zo, vader. Ik hoopte vast u te kunnen helpen. Je hebt me toch al geholpen? Je geld heeft ons maandenlang in leven gehouden. En vandaag help je me toch opnieuw? Door je flinkheid? Ja, er moeten toch rijke mensen zijn die zullen inzien dat u geen hulp geweigerd mag worden. De enige die me welgezind is, burgemeester Six, heeft al vergeefs geprobeerd me met zijn geld te redden. Maar er was geen redden meer mogelijk. Het is afgelopen. Wat we bezaten, dat zal naar alle windrichtingen verspreid worden. En toch blijft het van u horen. Want het staat op uw doek. En mooier nog dan in werkelijkheid. Als u later zult schilderen wat van ander is, zal het ook van u horen. U zult altijd rijker worden, altijd rijker. Groot als Salomon. En niemand kan u dat afnemen. Dit is jongen. Blijf zo zitten. Heb jij herkend? Hoe vaak heb ik al niet geschilderd? U hebt nog nooit geschilderd? Jawel. Zo dikwijls als ik mezelf schilderde. In Titus herken ik Rembrandt. Blijf zo zitten, jongen.